Hey en super leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie deze week weer meenemen in mijn week. Het is op dit moment al woensdag, maar dat maakt verder niet uit. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden en laten we maar snel verder gaan. Ik heb elke woensdag vrij, dus ik ga zo meteen onderweg naar Rome en dan gaan we eindelijk weer samen sporten. Want ik heb echt al fucking lang niet gesport. En ik zou echt maar voordat 2022 begon, was ik echt best wel gewoon veel aan het sporten. Ging de sportschool weer dicht, was mijn motivatie weer kwijt. Dus hopelijk kan ik het nu een beetje oppakken. Voor de mensen die benieuwd zijn naar mijn outfit. Jas is van Lovies. Truitje, het is een soort crop top trui. Is van Els Amsterdam, Els Fashion. Top hieronder is van Style Gym. En deze broek is van Lion Fit. Tas is van Naked, kunnen jullie dat zien? Hier, zo mijn blokjes. En nu ga ik er vandoor. Ik zie de voorkant. Even kijken of het achter de licht is. En dan ga ik lekker sporten. Oh. Nou, het zonnetje schijnt wel lekker. Gisteren waaide ik nog weg. Hoefde ik niet eens te lopen. We lopen lekker in Amsterdam. Dan krijg je een dikkere kont, maat. Ik denk dat als ik nu deze chocola eet na het sporten, dat ik een dikkere kont krijg. Nou, dan krijg ik een vet kont. Waarom gaat het naar voren? Ik wil niet meer over de vlog. Hé, deze eend vallen elkaar aan. Jongens, tegenwoordig heb je de Albert Heijn karretjes. In versie... Albert Heijn karretjes? Je hebt toch bij de Albert Heijn, zo had je toch altijd van dat soort autootjes waar... Dat soort autootjes. Waar je dan mee door de supermarkt kon. Nou, of bij de Dekamarkt heb je dat ook. Ja, bij de Dekamarkt. Nou, dan heb je echt geen jeugd gehad. Want dan kon je dus in een autootje kon je door de supermarkt. En nu heb je dat gewoon in real life. Goedemorgen, het is op dit moment 9:50. Ik moet zo meteen naar school. Ik heb een hele nutteloze dag, heb ik. Maar goed, ik moet. Want het is mijn laatste week voordat ik inhaalweek heb. Ondanks dat ik alles al af heb. Heb ik dus volgende week een hele week vrij. Dus dat is echt ziek chill. En ik heb super veel spierpijn van gisteren. Niet normaal. Oh. Kom meneer, dan staat hier gewoon opeens een fiets in het huis. Wij zijn een spelletjesavond aan het spelen zonder dat we spelletjes spelen de hele avond. We hebben eigenlijk de hele avond al geklet. En ik was ook vergeten dat ik mijn camera moest neerzetten. Echt. Oh. Ja, kijk, weet je wat het was? Het was gewoon een beetje een hectische dag. Ja. De fiets was gestolen, het was een kutdag. En ik zat nog in quarantaine. Ja. En op werk was het te druk gisteren, dus we hadden nog helemaal niet kunnen kletsen. En op gisteren heb ik ook nog kassen gesloten. Ja, Wout had gisteren een kutdag. Ja. Nee, het is die telefoon. Ja. Ik wil net zeggen, word ik gebeld, dus de politie. Yo, ik heb je fiets gestolen. Kom je nu op mij? Moet je nu weer je eentje naar het bos lopen? Kom alleen! Dat vind ik zo eng. Ja. Ik hou ook echt niet van donker. Ik ben echt heel erg bang in donker. Ik ook. Ik hou er echt niet van. Net... Ik zie ook al een beetje tegenop om terug te fietsen. Maar dit is ook een kutstukje waar eigenlijk jij woont. Want ze hebben ineens een bos midden in dat ding geplaatst. Nou, wie bedenkt dat nou? Tussen het low en de FOMO ook. Dat ik denk... Nou, de centrale plekken plaats een bos. Ik ben heel laat wachten. Ja. Jarig is. Ja. Maar ja, ik verdien mijn geld weer op een andere manier. Met OnlyFans. Nee, geintje. Daar dacht ik nog aan bij het Insta-bio. Zo van, mijn OnlyFans is nu eindelijk legaal. Link in bio. Maar dan, dus die mensen die doen dan een story en dan kan je er maar een linkje toevoegen. Maar je kan ook die link een andere naam geven. Dus als je doet OnlyFans en dan volgens TikTok en dan is zo'n gifje van Pikachu, weet je wel. Nou, dat vond ik echt zo mooi. Ja. Maar dan zie je ook hoeveel mensen erop tikken. Nou, dat is wel normaal. Zoals het jullie misschien opvalt, ik ben naar de kapper geweest. En ik heb mijn haar kort geknipt. En opnieuw bruin geverfd. Ik denk niet dat veel van jullie dat zullen zien. Want het was nog vrij bruin, maar ik heb een paar highlights ingegooid. En weer opnieuw een bruine spoelinger erin gedaan. Ik weet niet echt wat ik hiervan vind, jongens. Ik heb even geprobeerd mijn haar te krullen. Dit is het resultaat. Dit is trouwens wel echt voor het eerst dat een keer mijn haar lukt met krullen. Ik zal het even laten zien. Want dit lukt bij mij nooit. Nou, ik vind het wel cool. Het lijkt wel een beetje omdat ik nu heel kort haar heb. Ziet het er allemaal een beetje ontploft uit. Maar stel als ik naar school ga,
ik gewoon de voorste plukken weer. Ik weet niet, ik vind het ook wel weer wat hebben of zo. Dat ruwe. Ja, ik ga in dit leven alsof ik maar zo uit mijn bed ben gekomen. Alsof ik mijn haar. Alsof ik mijn haar niet heb gekamd of zo. Oh, dat kan echt niet. Ik heb een foto gestuurd naar Roma en ik ben echt benieuwd wat hij gaat zeggen. Want het lijkt wel alsof ik zeg maar ontploft haar heb gewoon. Even tussen de video door. Ik heb super leuke pakketjes mogen ontvangen van Ana Luisa. Het zijn hier 3 zakjes. Ik zal het zo meteen even van dichtbij laten zien. Ik heb de oorbellen zelf al in. Het zijn deze voorste en die erna. Ja, het is dus een paperclipje en een soort ja, dubbele ring met glittertjes erop. Ik ga het even aan jullie laten zien. Ben je nou zelf ook benieuwd naar of jij iets leuks kan vinden? Ze hebben op dit moment een enorme sale online staan, dus neem zeker even een kijkje. En dan gaan we nu weer door met de video. Alright, ik was even snel naar de FOMAR gegaan en ik heb even heel impulsief een plant gekocht. Vraag me niet waarom. Ik heb zeg maar precies zijn 1 plant daar hangen en die is nep en super klein. Dus ik wilde wat leuks en ik had hier altijd 2 planten en 1 op mijn raam. Maar die kon ik niet verzorgen, dus die gingen dood en... Toen wilde mijn moeder terug, dus ze leven nog, maar ik had ze bijna doodgemaakt. Dus ik heb nu een eigen plant gekocht in de hoop dat ik dit wel leeft hou. Ik heb alleen geen pot. Dus ik hoop dat als mama thuis is, dat zij mij kan vertellen dat ze please nog een pot heeft. Anders moet ik een pot gaan bestellen. Goedemorgen, het is op dit moment donderdag. Ik heb zo meteen school en ik wilde even vertellen dat ik dus morgen ga ik met Jill praten over mijn nieuwe serie die ik op mijn YouTube kanaal ga starten. En... we gaan gewoon gezellig kletsen omdat we samen op vakantie willen op examenreis voor Jill. Ik zit namelijk niet in mijn examenjaar. Mijn outfit van vandaag, dat kan ik wel even laten zien. Dat is deze veel te grote broek. Hallo. Het is een cargo broek. Ik weet niet of je dat kan zien. En dit shirtje. Ik vind het heel erg leuk. Dus ja, ik heb mijn haar een beetje gekruld aan de voorkant zodat het een beetje in stijl blijft zitten. Ik ga nu lekker ontbijten en ja... dan ga ik lekker naar school. Dit hebben jullie trouwens ook nog helemaal niet gezien. Maar ik heb dus een hele soort van band gecreëerd. Met een plantje en 4 leuke posters. Ik ga met Jill een serie starten. En dit wordt zeg maar de opnamesetting. En ik heb dus hier die plant neergezet die ik dus eerder in de vlog heb laten zien. Dus het is weer echt een super gezellig hoekje. Mijn kamer is niet helemaal... netjes, maar het kan ermee door. Dus ik vind het echt heel leuk. Ben hier echt super blij mee. Even een kleine reminder. Vergeet zeker niet jouw leuke sieraad te shoppen bij Ana Luisa. Ze hebben nu een enorme korting. Dus neem je kans. Ik ben in ieder geval super blij met de oorbellen die ik heb uit mogen kiezen. Ze hebben super leuke sieraden voor iedereen wat. Goud, zilver, armbanden, kettingen, oorbellen. Dus neem een kijkje. Misschien vind je er wat leuks tussen. Dit was dan de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Hiermee doei!